Carmen. Hi. Hoe gaat het met jou? Goed hoor. Mooi zo. Ik vind het leuk om hier te zijn.
Thank you.
Is Frodo weer blij? Frodo weer blij, hè? Oh, wat, ik moet je ogen weer schoonmaken, ja. Ja, hoe ben je sowieso blij, hè? Wat dikkie, hè? Is Frodo weer thuis? En Carmen weer meegenomen? Ja, ja. Ja, we zijn dus weer thuis. En ik heb mijn goede dag van vandaag weer verricht. Ja. Carmen heb ik blij gemaakt. Of niet dan? Ja. Ja, zeg maar. Ze de jas nog aan, de hoed nog op. Maar ze is in ieder geval weer blij. En daar gaat het toch om. Ja, het is gelukt wat ze wou. En daar ben ik enkel dankbaar voor. Ja. Dat het idee wat ik had om te gaan doen, dat is gelukt. En sowieso vele malen goedkoper dan ze was. Hoeveel, ga ik niet vertellen. Nee, dat doen we niet. We maken al reclame genoeg, dus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Ik weet niet eens hoe laat het is, hoe laat leven we. We gaan kijken. 17 minuten over, nee, 4 minuten over 5. Het is dus nog namiddag, maar het is al wel donker. Echt donker. Zoals jullie zien. En het regent. Ook dat nog eens. Ja. En het is koud. Ik heb pijn in mijn handen. Niet normaal meer. Dan kan je wel zeggen. Doe je handschoenen daarna. Ja. Maar je weet het. Als we weggaan. Ook even Pokémon, hè. Ja, ja. Niet vergeten. Maar oké. Okay, lieve vrienden. Geniet nog maar verder van jullie namiddag. En ik zeg tot strakjes maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes om gelijk maar welterusten zo meteen te wensen. Frodo, die is buiten. Die wou zo groot. Komt hij net aan, geloof ik. Ik zag hem aan komen lopen. Kom je? Nee hoor, nog niet. Nou, dan niet. Het is mij te koud om die deur open te houden, ja toch? Ja, ik heb de televisie op het nieuws staan. Nou, je schrikt je eigen het lapblazers. Kanonnen. Wat er allemaal gebeurt. Het is onvoorspelbaar. Waar is men mee bezig? Een vrouw van 10 jaar? Die is bevallen van een... een vrouw die al 10 jaar in coma ligt. Zo moet ik het zeggen. Over 10 jaar, ik ben gek, ben ik toch al. Een vrouw die 10 jaar in coma ligt, die is even bevallen van een gezonde zoon. En de hele verpleging wist van niets dat ze zwanger was. Ze wordt toch ook dikker, even zo goed, dacht ik, weet het niet. Maar in ieder geval, pas vlak voor de bevalling, kwamen ze erachter dat ze een baby kreeg. En van wie het kind is, weten ze niet. Nou, ik weet het wel. Ga alle mannen. Maar na, zowel de broeders, die, want ze heeft 24 uur per dag verzorging nodig. Nou, alle mannelijke doktoren die bij haar op de zaal op de kamer komen. Familieleden qua mannen. DNA-test en bij het kind ook DNA-test. Zo simpel of wat. Dus ja, daar, zo zou ik het spelen. En neem dan maar een DNA-test. Ik ken een dokter of een broeder wezen van dat tehuis waar ze dan ligt. En het kan ook familie wezen. Het kan zelfs de zwager of de broer wezen als ze dat heeft. Maar ja, dat weten we niet. Maar dat kunnen ze toch uitzoeken. Hè? Ja toch? Ja, Frodo? Ja, hè? Ja! Lekker, hè? Oh, is je lekker onder het kindertje. Oei, oei, oei. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, als jullie nog wakker zijn en wakker blijven, geniet er nog van. Het is net 2 uur geweest, 2:05. Ik ben nog met een vlog bezig aan het renderen. En ik wil deze ook nog eventjes op de pc zetten. Ja, daar ben ik mee bezig. Maar ik miste mijn avond te sluiteren nog, ja. Dus dat moesten we even doen, toch? Of niet, ja? Ja, Frodootje is lief, Frodootje is lief. Ja, hè. Oh. Ja, en Eeuwen is ook lief, die heeft traantjes in de oogjes. En wat kan dat is? Joost mag het weten, maar niet, wat?
Oh, had je wat te zeggen weer? Hé? Dus ja, ik ga dat even doen voordat ik naar bed toe ga. En ik zeg dan wel rust allemaal, slaap lekker, gezonde nachtrust, morgen gezond weer op. Voor degenen die naar de kerk gaan, een hele mooie, fijne, liefdevolle kerkdienst gewenst. God zegen, zolang het dit weer is, zolang ik te veel pijn heb en te moe ben, kan ik er helaas niet heen. Nee, daar baal ik van, maar ja, mijn lichaam gaat voor, mezelf gaat voor. En dan de rest pas. Ze weten ervan, dus dan komen ze maar hier naartoe. Simpel wat. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Hoi, Carmen. Hoi. Hoe gaat het met jou? Goed hoor. Mooi zo. Ik vind het leuk om hier te zijn.